20 voor 7. Dat is uitslapen, meneer Brancaerts. We beginnen met de twee belangrijke K's. K van koffie en krant. Van gisteren weliswaar. Douchen, naar de bakker, ontbijt en naar school. Maandagmorgen, 7:45. Alles pijs en vrij. Ook meneer Bijnes komt hier al aangereden. Goedemorgen. Afstappen aan de poort. Een ochtend op het SJB. De poets is al drukker weer, maandagmorgen, 7:50. En de leerlingen van de winkel wachten ook al op mij. Goedemorgen, we zijn aan het wachten. Ja. Voilà, kom binnen in ons koninkrijk. Dankjewel. Een bijzondere vaststelling. Het belsignaal gaat en iedereen is binnen. Het kan dus toch. Blijkbaar enkel tijdens de proefwerken. En in deze tijd van het jaar lijkt onze fietsenstalling soms wel een klein beetje op een verlichte kerstboom. En de laatste dozen vliegen de deur uit. Dat is goed. Study part 2. Vrijdag 10 uur, iedereen 2 uur proefwerk, Exodus. De school loopt leeg, behalve een paar happy few, waarvan de gelukkige jarigen. Meneer Zeeuws, als u graag een interview afneemt om de slechte resultaten van de leerlingen, dan kan dat altijd. Helaas, dat kan niet doorgaan, ik heb maar 60 minuten gekregen. Ja, daar kom ik niet mee toe. Oké. Okay. Maandagmiddag, de school is leeg. Iedereen is naar huis, behalve degene die blijven studeren op school. Alles zal opgekuist worden woensdag en donderdag met de werkmannen en de strafstudies. Ook hier zal alles opgeruimd worden, de hangaren gekeerd, bladeren opgekuist, papiertjes opgerommeld, voor en na. Ook deze fietsenstalling zal volledig opgekuist worden, leeg geblazen eigenlijk. Het lijkt alsof de winterslaap is aangebroken. De school voor de opkuis en de school na de opkuis. Ook deze studeerruimte wordt terug de podiumzaal. 15 minuten later. Alles terug in orde. De vergaderzaal staat nog in examenopstelling. Het zal dadelijk omgetoverd worden naar receptieruimte. Koelingen vullen, speelplaats opkeren. Kortom, zorgen dat alles klaar staat voor vanavond, voor het afhalen van de rapporten. Voilà, de kapittelzaal bijna klaar voor de receptie. Morgen de tafel dekken en klaar. De gangen spik en span. Proper gemaakt door het poetspersoneel, zodat de ouders netjes kunnen ontvangen worden. En hetzelfde kan bijna gezegd worden van de speelplaats.